Welkom bij de Monitor. Zo, spuiten maar. Bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het lijkt doodnormaal. Niemand hoeft het per se te gebruiken. Vervolgens wel dat je lage opbrengsten hebt. De overheid wil dat ze minder worden gebruikt. Maar boeren zeggen niet zonder te kunnen. Ja, dan verdwijnt gewoon de teelt. Uiteindelijk hebben we ook een wereldbevolking te voeden. Ah. Hoe schadelijk zijn bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur? Ja, oh, kijk, oh. Oh, kijk, dat gaat ook gepaard met het bijna geheel verdwijnen van alle leven uit zo'n sloot. Nou, hou eens even, ja. Moet je dat spul nou hebben, ja of nee? Dit is de Monitor. Former school groundskeeper dying of cancer who won a landmark judgment against agriculture giant Monsanto says the lawsuit was never about the money. Lee Johnson alleges that his use of Monsanto's weed killer Roundup contributed to his non-Hodgkin's lymphoma. Last week, a California jury agreed and awarded Johnson $289 million in compensatory and punitive damages. The jury also determined Monsanto failed to warn consumers of dangers associated with the products Johnson used. Een bizarre rechtszaak afgelopen augustus in Amerika. Een tuinman claimt ziek te zijn geworden door het jarenlang gebruik van een onkruidverdelger met de werkzame stof glyfosaat. Dit onkruidbestrijdingsmiddel gebruiken wij ook in Nederland. Waar een klein land groot in kan zijn. De landbouw. De helft van ons land wordt gebruikt door boeren. En die zijn succesvol. We hebben na de Verenigde Staten de hoogste landbouwexport ter wereld. Om die hoeveelheid te produceren gebruiken we wel veel pesticiden. Wat voor invloed hebben die op ons en het milieu? We openen ons onderzoek. Ha, Dick. Hallo, lekker aan het schoffelen? Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben lekker bezig. Ja. Zou ik even helpen? Ja, uitstekend. Ja? Ik heb hier nog een schoffel voor jou. Oké, mooi. Alsjeblieft. We krijgen een tip van Dick de Geus. Hij runt samen met zijn vrouw een kwekerij. Dick, we maken natuurlijk geen uitzending over schoffelen. Jij hebt ons geschreven. Waarom? Ja, wij kregen een reclamefolder via de mail binnen. Ja. En daarin wordt een product met glyfosaat aangeprezen. Een bestrijdingsmiddel? En dat is een bestrijdingsmiddel voor tegen onkruid. Ja. Ja, en ik heb zoiets van, hoe is het mogelijk dat we nog dit soort producten aangeprezen krijgen? Terwijl ja, de overheid zegt, je zou zo min mogelijk bestrijdingsproducten moeten gebruiken. Het is voor heel veel dingen gewoon slecht. Ja, en toch krijg je dan dat soort berichten binnen. Dan denk je van, ja, waar blijkt nou eigenlijk uit dat er echt actief ingezet wordt op minder bestrijdingsmiddelen. Ja, want niet alleen ik krijg natuurlijk die folder. Die krijgen alle grotere bedrijven die in de groensector werken. En die onkruid bestrijden. Tuinders, boeren, ja. Noem maar op. Ja. Kan je me die mail laten zien van het bedrijf? Die heb ik. Deze onkruiddoder wordt onschadelijk bij contact met de bodem en breekt daar af door de aanwezige micro-organismen tot natuurlijke bestanddelen. Het is helemaal ongevaarlijk. Ja. Dat zeggen ze zelf. Ik zou wel eens willen weten of dat waar is. Dan ga ik daar eens even mee op verder onderzoek. Maar ja, dit is ook nog niet helemaal klaar. Ja, wat dat betreft, een beetje bestrijdingsmiddel. Je kan gewoon aan de koffie. Nou. Zijn de zorgen van Dick terecht? Met de reclamefolder op zak beginnen we onze zoektocht. Eerst maar eens bellen met de groothandel die de reclamefolder heeft verstuurd. Ik zit even. Ik zit even met het volgende. Ik bel naar aanleiding van jullie mailing over glyfosaat. Glyfosaat, er loopt de hele wereld loopt storm. Wetenschappelijk is het niet bewezen dat het kankerverwekkend is. En in Amerika was er natuurlijk ook ontzettend veel heisa over. Wat zeg je? In Amerika ook. Veel heisa. Ja, jongen, ik zit nog niet in Amerika. Nee, dat is ook waar. Maar u zegt, kijk los van, ik wil, ja, of het nou kankerverwekkend is, dan wil ik het nou, eigenlijk... Nou, hou eens even. Ja. Moet je dat spul nou hebben, ja of nee? Want ik ben druk, ik ga hier niet...
Nou, ik wil... Lopen te filosoferen, dat is voor s'avonds bij een wijntje. Dan ga je zulke soort gesprekken voeren. Waar overdag als er gewerkt moet worden, toch niet? Nee, maar ik wil alleen even over een zinnetje. Er staat, deze onkruiddoder wordt onschadelijk bij contact met de bodem en breekt daar af... Dat zegt de fabrikant, ja. Ja. Is dat zo? Het neutraliseert, maar in water niet. Het zijn de planten die dat... die daar schade van ondervinden. Dat heb ik zelf ook eens een keertje uitgetest. Ja. En die planten, die moeten er, daar is het, nou ja, die moeten er ook schade van ondervinden. Daar is het voor. Ja, die waterplanten gaan er wel. Maar ja, dan karpers, die eten waterplantjes. En dan gaan die karpers die dood, maar ze gaan wel dood van de honger op een gegeven moment weer. Nou ja. Maar als je dat glyfosaat goed gebruikt, zegt u, dan is er niks aan de hand. Dat is met alle dingen zo. Arsenicum, ja. Dat is ook dodelijk. En keukenzaal is ook dodelijk. En notenmaschade is ook dodelijk. Het gaat om oordeelkundig gebruik. Sinds de jaren 70 gebruiken boeren glyfosaat om hun onkruid weg te halen. Het is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen ter wereld. Het is gewoon in het tuincentrum te koop. Het scheelt je een hoop schoffelwerk. Over de gevolgen van het gebruik van dit succesvolle bestrijdingsmiddel is nu dus wel een hevige strijd losgebarsten. Wat vinden boeren hiervan? En hoe kijken ze naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Ons onderzoek roept nogal wat discussie op. Het woord bestrijdingsmiddelen klinkt mij nooit zo lekker. Wij bestrijden inderdaad wel beestjes, maar doen dit om ons gewas te beschermen. Dus gewasbeschermingsmiddelen. Glyfosaat is het middel waar ik de minste zorgen over heb, van alle middelen waar ik mee werk. Hoi. Ik heb er geen enkel probleem mee om het toe te passen met mijn kinderen als die bij me in de trekker zitten. Zelfs met het raam open. Tijd om boer Michiel te bezoeken. Hi, Teun. Hi. We mogen met hem mee het land op. Zeg, waar bewaar jij je landbouwgif? Mijn landbouwgif? Het begint lekker, Teun. Oh ja, sorry. Hoe noem jij het? Gewasbeschermingsmiddelen. De witlofpennen moeten worden bespoten met kunstmest. Dit is ureum. Oké. Het N-mineraal. En is dit nou echt nodig voor die witlof? Kan het ook zonder? Kan ook zonder, ja. Heb je wat minder opbrengst. Iets minder gezond gewas. Oké, let's go. Harde klap. Zo, spuit hem maar. Mooi werk. Dit is wel... Zeker als het gewas er zo mooi op staat en je hebt weinig onkruid. En... Hij staat er mooi gezond op, qua kleur. Is het heel mooi werk. Ja. Genieten. Zeg Michiel, jij hebt ons een heel erg lange mail gestuurd. Ja. Over bestrijdingsmiddelen en glyfosaat. Maar wat vind je dan van de verhalen die erover gaan? In feite is glyfosaat in mijn ogen een symbool geworden voor iets veel groters. En dat is een symbool voor multinationals, voor Monsanto, voor moderne landbouw. Voor pesticiden in zijn algemeenheid. Glyfosaat is gekozen. En dat is voor dus allemaal de grote industrie, de pesticiden, moderne landbouw. Dat wordt dan allemaal. Geld. Dat wordt allemaal gezien als iets slechts door bepaalde mensen. Ja. En jij zegt, glyfosaat is een van de minst schadelijke middelen voor de natuur. Een van de minst schadelijke middelen voor de natuur. En ook qua gezondheid is het een van de veiligste middelen voor de menselijke. Maar toch is er dus met mensen van ja, het is misschien gevaarlijk. We hebben natuurlijk net gezien enorme boetes in Amerika. Ja, je lacht er een beetje bij. Ja, heel sneu voor die meneer. Maar als je goed dat zaakje uitpluist, ja. Dan kijk over kankerverwekkendheid van glyfosaat. Nou, daar heb ik dus helemaal geen twijfels over. Dat is het absoluut niet. Oh, we gaan nu naar de berm in. Je kunt op een gegeven moment... Rustig, Teun. Oh ja, nee, ja, dat ziet er heel erg uit zo hier. Ja. Je kunt misschien zeggen, als je het heel veel gaat gebruiken, dat het voor de bodem effecten gaat hebben. Maar planten die in het water leven, die gaan eraan dood? Nou, als jij het in het water gaat spuiten, ja. Maar dat moet je ook niet doen, je moet op het land spuiten. Als je het op de goede plek brengt, ja, dan zijn de risico's niet heel. Pesticiden werken goed en ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Als je het maar goed doseert, vertelt Michiel. Mogen boeren eigenlijk spuiten wat ze willen? En in welke mate?
De overheid wil al jaren dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt verminderd en er duurzaam wordt verbouwd. We kunnen onze huidige manier van voedsel produceren niet volhouden. Daarom moeten we omschakelen naar een voedselsysteem waarin we de natuur en het milieu, de bodem en het klimaat niet overvragen. Om dit te bereiken moet de boer onder andere werken volgens de volgende principes. Hij moet sterke zaden en planten gebruiken, zijn gewas in de gaten houden. Als er een schimmel of plaag in het gewas zit, moet hij eerst natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruiken, zoals insecten. De boer moet onkruid bij voorkeur tegengaan met mechanische technieken en bestrijdingsmiddelen mag hij alleen inzetten als laatste redmiddel. Allemaal leuk en aardig, maar op de akker maakt de boer toch echt zijn eigen afweging. Wat zou er gebeuren als je geen glyfosaat gebruikt? Nou ja, dan ga je een heleboel kosten maken. En omdat je dan het hele seizoen een heleboel Poolse arbeiders in het gewas moet hebben om het onkruid te trekken met de hand. Je moet heel vaak schoffelen. Je moet schoffelen, je moet bijvoorbeeld met de propaan branden, met gas, met vlammen, het onkruid afbranden. Dus kost gas, kost diesel, kost mankracht. Het is altijd afwegen van kosten en baten voor het milieu en voor de mens. Is alles gespoten? Ja, we gaan hem opklappen. Minder spuiten voelt de boer dus in zijn portemonnee. Maar de overheid wil wel dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen afneemt. Zien we dat ook terug in de cijfers. Sinds 1990 wordt er ieder jaar gemiddeld 10 miljoen kilo aan bestrijdingsmiddelen verkocht. 98% hiervan wordt in de landbouw gebruikt. De middelen die nu verkocht worden zouden wel minder giftig zijn dan vroeger. De vraag blijft wat voor invloed al die bestrijdingsmiddelen hebben op de bodem. Hallo. Zeg, twee van de keuken. Violet Keijsen. Mevrouw Keijsen, jullie hebben onderzoek gedaan naar de invloed van pesticiden op de landbouwakker. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, we hebben in eerste instantie willen weten hoeveel pesticiden zitten eigenlijk in de Europese bodem. Ja. En we hebben een assessment gemaakt over heel Europa. En in die gronden die wij hebben gestudeerd, hebben we bijna de helft van de gronden glyfosaat gevonden. Maar we hebben ook gezien dat we vaak mengsels van pesticidresidues vinden. En die effecten van deze mengsel van pesticiden op het bodemleven, ja, is helemaal niet bekend. Oké. Dus jullie hebben gezien dat er allerlei verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in de grond blijven zitten. Wat is jullie zorg? Onze zorg is dat wij niet weten welk effect die op het bodemleven hebben. We zien alleen in het moment dat viele boeren heel veel meer last van schimmelziekte hebben en die drukte daarmee toeneemt. Dan moet die boer weer heel veel spuiten om die schimmels te bestrijden. En zo zit je in een visuele cirkel. Visuele cirkel. Ja. Ja, ja. Maar dat is toch eigenlijk gek. Dus dat betekent dat we eigenlijk al decennia lang van alles over de bodem spuiten zonder dat we eigenlijk precies weten wat het effect ervan is. We weten helemaal niet wat eigenlijk in de grond gebeurt. En er zijn meer indicaties, bijvoorbeeld voor de glyfosaat, dat het gewoon het hele bodemleven door elkaar brengt. Ja. En die goede bodembacteriën, die antagonistische bodembacteriën doodmaakt. En die schimmels blijven bestaan en nemen meer ruimte in. Dit, als je het voorzorgprincipe zou toepassen, zou aan zich, voordat het middel op de markt komt, of het middel in de markt blijft, dit soort onderzoek worden gedaan. Dit is toch zorgwekkend. We spuiten al jaren met bestrijdingsmiddelen, maar we weten eigenlijk niet wat die mix van deze middelen met onze bodem doet. En die resten komen ook terecht in ons water. In 2016 werd bij ruim 60% van de meetpunten de norm overschreden. Dit betekent dat de dosis zo hoog is dat de organismen die in het water leven ziek worden of doodgaan. En toch worden al deze stoffen goedgekeurd en mogen boeren ze gebruiken. Aan welke voorwaarden moet een middel voldoen voordat het op de markt komt? We bellen met de instantie die hierover gaat. Mevrouw Beks, wanneer mag een middel op de markt komen? Nou, ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat het middel werkt. Als een middel niet doet waar het voor bedoeld is, heeft het ook geen enkel nut. Dus daar kijken wij naar. Ja.
Dan is het vooral heel belangrijk dat het veilig is voor mens, dier en milieu. Ja, en hoe onderzoeken jullie dat? Dat baseren wij op een groot dossier wat wij van een aanvrager ontvangen. Dus u onderzoekt het zelf niet? Nee, wij onderzoeken zelf niet. Dus u neemt de gegevens over van, nou, dat zal ik maar zeggen, de fabrikant van zo'n gewasbeschermingsmiddel? Ja, dat is iets te simpel gezegd, denk ik. Het dossier bevat studies die volgens standaardprotocollen uitgevoerd moeten zijn. Ja. Die ook in gecertificeerde laboratoria uitgevoerd moeten zijn. Ja. En wij checken de studies op al die punten of ze daaraan ook voldoen. Wordt er vervolgens ook gekeken wat, wat het effect van het middel is in het milieu zelf? Wij laten in principe een nieuw middel voor 10 jaar toe. Maar dan zou het dus ook kunnen dat er in die 10 jaar dat het middel toch, om maar zo te zeggen, bepaalde schade heeft aangericht. En dan is het leed al geleden wat dat betreft. Ja, we kunnen zeker niet alles in een laboratorium testen, maar wel heel veel. De fabrikant test de stof dus in het laboratorium. Maar wat als het eenmaal op de markt is gebracht? Wie onderzoekt dan de effecten van het middel in het milieu? Zo, Maarten. Ja. Waar ben ik hier? Je bent hier in het Levend Lab. Het Levend Lab. Welkom. Het Levend Lab. Een openluchtlaboratorium in Leiden. 36 slootjes op een rij. Hier test ecoloog Maarten Schrama wat de invloed van een insectenbestrijdingsmiddel is op het waterleven. We hebben concentraties die zich in alle slootjes in Nederland bevinden. Ja. Die boots je na, hebben een concentratiereeks met helemaal niets, met iets meer, met nog iets meer en met heel erg veel. Ja, maar al die bestrijdingsmiddelen worden toch gewoon in veilige omgevingen, in de laboratoria getest? Ja, die bestrijdingsmiddelen worden ontzettend goed getest. Ja. In een enorme ladingtest in het lab. Ja. Het probleem van het lab is, kijk, zo'n sloot is dit. Ja. Nou, je kan het hier ook zien, ik heb wat beestjes uitgehaald. Daar zitten ontzettend veel verschillende soorten in. Een heel klein deel van deze beesten wordt daadwerkelijk onderworpen aan dat soort testen. In de natuurlijke sloot hebben ze vaak honger. In laboratoria worden ze erg goed gevoerd. De natuur is gewoon een heel stuk complexer dan een laboratorium. Beetje raggen. Beetje raggen. Jongens, kijk, heel goed. Kijk. Ja, uitstekend. Joh, je hebt een platte waterwand gevangen. Hé, dat gebeurt me ook niet elke dag. Nee, je moet een beetje je best doen. En hier, een libellenlarf. Ja. Monstertjes zijn het. Die heb ik ook gevangen. Ja, dat heb je ontzettend goed gedaan. Dit krioelt echt van het leven, dit soort slootjes. Ja. Laten we nou even naar die hoogste concentratie toe gaan. Ja. En hier... Dit is de ergste. Ja, dit is de hoogste concentratie. Ja. En wat zien we daar nou aan? Het ziet er ontzettend smerig uit, maar ja... Het is dus maanden geleden dat we hier hebben toegepast. Dus dat is eind april en begin mei geweest. Ja. En dat zou in principe na een dag of 11 moeten die stoffen uit het milieu zijn verdwenen. En wat je ziet is dat het effect nog steeds ontzettend goed zichtbaar is. En dat hadden we absoluut niet verwacht. En dat gaat ook gepaard met het bijna geheel verdwijnen van alle leven uit zo'n sloot gedurende enige tijd. Jeetje. Maar dat betekent dus dat terwijl als dit gewoon in een laboratorium was getest, dan had je dit dus niet gezien? Nee. Bij deze concentraties in een laboratorium zie je heel weinig. Dan verdwijnt het dus na een paar weken eigenlijk. Ja, en dan is dat effect eigenlijk ook totaal onzichtbaar. Vreemd dat dit soort onderzoek nauwelijks wordt uitgevoerd. En dan vertelt Maarten ook nog dat het Levend Lab 2 jaar geleden door crowdfunding tot stand is gekomen. Nou, ik denk dat het meer een wake-up call is voor mensen die de toelatingen doen. Dat het misschien goed is om, ook nadat stoffen zijn toegelaten, toch even goed is om te kijken wat het nou echt doet. Wat vindt Maarten van de reclamefolder voor glyfosaat die we hebben gekregen van onze tipgever? Deze onkruiddoder breekt af door de aanwezige micro-organismen tot natuurlijke bestanddelen. Ja, dat, dat lijkt me niet het geval. Want? Wat staat hier eigenlijk? Nou, als je heel erg lang wacht, ja, dan gebeurt dat wel. Dat kan misschien wel een eeuw duren. En ook professor Geisen heeft zo haar mening over de folder. Dus het blijft dus wel degelijk iets in de grond wat gewoon niet goed is voor het bodemleven. Precies. Ja. Maar dit is dus wel wat alle boeren thuis opgestuurd krijgen. En die denken van nou, daar kan ik dus rustig mee spuiten. Ja, klopt.
die boeren zelf kunnen dit niet weten. Nee, maar ja, dit is eigenlijk wel ongeveer de enige voorlichting waar ze mee te maken hebben. Ja, en dit is ook wat mij vaak verrast, dat er geen landbouwtoelichtingsdienst is in Nederland die gewoon onafhankelijk is. Blijkbaar worden boeren heel vaak toegelicht door industrie of andere bedrijven. Is dit waar? Het lijkt erop dat fabrikanten vrij spel hebben. We krijgen een mail van een oud teeltadviseur die daarop doelt. Boeren zitten klem in het web van de adviseurs en industrie. De macht van de industrie met zijn lobby en de mensen die daarvoor werken en zich teeltadviseur noemen. Zij bepalen op de boerenbedrijven hoe en wat er aan chemie wordt toegepast. In Nederland zijn er ruim 40 handelaren die bestrijdingsmiddelen verkopen. Ze hebben gezamenlijk 550 teeltadviseurs in dienst. We mogen een dagje mee met André van Kessel. Hij is zowel handelaar als teeltadviseur. Dat is wel indrukwekkend, zeg. En hier rechts komen we aan in de gewasbeschermingsmiddelruimte. Dus feitelijk komen we hier aan in de gevaarlijke stoffen. Dit zijn de gevaarlijke stoffen? Ja. Kijk, je ziet er ook, hè? Er staat zo'n doodskop op. Ja, ja, ja. Dan weet je al, pas op, mensen. Ja, ja. Als je dit zeg maar zou opdrinken, dan is dat natuurlijk een slechte zaak. We hadden net Basta en Finaal en nu hebben we Infinito. Ja. Ja. Ja, het zijn ook wel artistiek bezig met de namen. En wat hebben we dan nog meer? Hier hebben we bijvoorbeeld ook nog een ander middel staan, Serenade. Serenade. Dat is ook tegen schimmels, maar dit is dan een biologisch middel. Oh, en wat hebben we hier? Wat is een behoorlijke tank? Dit is virusolie. Dat is een preventief middel tegen virussen. De landbouw kan eigenlijk niet meer zonder allerlei hulpmiddelen, hè? Nee, nou ja, dat wordt een heel moeilijke zaak, want dan haal je nooit de productie die je wil halen. Tijdens de rondleiding confronteren we Van Kessel met het beleid van de overheid. Ten slotte wil de minister dat er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Zij zegt als laatste redmiddel moet je naar dit soort middelen grijpen. Ja. Ben je daarmee eens? Daar ben ik het mee eens, mits het op een duurzame manier bedoeld is. Want uiteindelijk hebben we ook een wereldbevolking te voeden. Ah. En uiteindelijk moet die teler ook nog wat geld overhouden. En jij ook. En wij ook uiteraard. Maar de minder gevaarlijke middelen zou ik toch liever op bepaalde momenten preventief in willen zetten. Want als we alleen maar curatief mogen ingrijpen... Genezend, zeg maar. Ja. De kwaal aanpakken. Als het zijn niet alle middelen ook niet geschikt voor. Maar dat kan dan ook gewoon. Ik bedoel, de overheid zegt het wel, maar die gaat niet zeggen van... Hey, je gebruikt nu iets preventief. Dat is in tegenstelling met ons uitgangspunt. Ja, op dit moment kan dat nog. Dus je kan eigenlijk alle kanten op met die uitspraken. Op dit moment, Op dit moment is het een eigen interpretatie. Dat is wel fijn voor een commercieel teeltadviseur. Ja, maar wij zitten natuurlijk wel altijd gebonden aan de toegelaten middelen. Dat is logisch. Ja. Je kan hier geen middelen verkopen die niet mogen. Nee. Dat is logisch, dat is altijd. Ja. Oké. Okay. Ja, interessant. We gaan samen naar een boer. Van Kessel is gevraagd om advies te geven aan akkerbouwer Jos Derks. Hij heeft een probleem met zijn schorseneren. Hier zie je nog wat witte schimmelpluis. Ja. Dat noemen ze meeldauw. Als je dat goed gaat bekijken onder de loep, dan zie je ook daadwerkelijk wat schimmel zitten. Oké, ja. Er zit nog steeds wel wat meeldauw in. Maar op dit moment zeg ik, de schimmel is geen gevaar verder voor de verdere groei van de schorseneren. Dus op dit moment hoeft hij niks te doen. Gebruik je ook andere middelen, behalve tegen schimmel? Ja. Tegen onkruid. Ja. Nou, dan kan je misschien ook mechanisch verwijderen. Ja. Dit is een beetje een groot perceel voor mechanisch, hè? Ja. Dat kan, maar dan worden de kosten zo hoog dat het niet meer rendeert. Dus het gaat eigenlijk vooral om de kosten? Het gaat alleen uiteindelijk om de alleen om de kosten? Ja. De minister doet bepaalde uitspraken over hoe ze het wil. Mm-hmm. Maar als ik gewoon proef hoe jullie het zien, zeg je... ja, maar als je dat echt helemaal strikt zou doorvoeren, dat kan eigenlijk niet. Als zij daar echt gewoon dingen gaat verbieden, dan verdwijnt gewoon de teelt. Wat vindt de minister van de teeltadviseur die de boer adviseert... en tegelijkertijd ook verdient aan de verkoop? Het ministerie acht de boer goed in staat om te beoordelen... welke teeltadviezen nodig zijn om de visie en ambities dichterbij te brengen. Wat er op de akker gebeurt, laat de minister dus over aan de boer en zijn teeltadviseur. Zonder gewasbeschermingsmiddel kunnen wij niet telen. Nee. Waarom niet?
Nou, dat zou wel kunnen, maar dan is de opbrengst lager. Ja. En dan haal ik geen saldo. Dan blijf ik geen boer. Ik moet geld kunnen verdienen. En de afnemers die zijn heel kritisch en willen zo min mogelijk betalen. Dus het moet zo goedkoop mogelijk geteeld worden. Dus dat betekent een hoge opbrengst met zo min mogelijk kosten. Ja. En dan is de kans dat ik een saldo aan. En dat kan dus alleen maar met die middelen. Kan je dat halen? Ja, die topopbrengst wel, ja. Momenteel kan het alleen maar met deze middelen, ja. We vragen ons af wat deze intensieve manier van telen betekent voor ons voedsel. Is het wel gezond? Weet u hier meer over? Ga dan naar demonitor.nl. Want u weet, ons onderzoek begint bij u. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.